De Formule Tango maakte onlangs bekend flink in te gaan zetten op het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto's. Maar hoe zien die plannen van Tango Electric er precies uit? Hoe zien die uh, plannen er precies uit, Willem van Breugel van Q8? Ja, uh, dank voor de uitnodiging. Uh, hoe zien die plannen eruit? Um, de komende tijd uh, willen wij als uh, Tango Electric veel gaan leren op onze eigen stations. Uh, hoe de elektrische rijder uh, zijn auto gaat opladen. Daarvoor gaan we op een vijftal bestaande locaties uh, een aantal snelladers plaatsen. Um, en daarnaast kijken we op nieuwe locaties die we gaan bouwen. Um, uh, ook of het mogelijk is om daar elektrische uh, laders bij te plaatsen. Um, die laders willen we altijd um, echt onderdeel maken van het station. Dus naast mm -hmm. de pompen plaatsen onder de luifel, om de klant uiteindelijk dezelfde beleving te geven als die ze gewend waren wanneer ze een auto bij ons kwamen tanken. Ja. Um, en de komende tijd moet gaan uitwijzen welke uh, locaties daarvoor het meest geschikt zijn. Um, en daarnaast zien we dat de elektrische rijder uh, voornamelijk eigenlijk zijn auto oplaat op de plekken waar hij zijn auto wat langer parkeert, dus dat mm -hmm. hij niet altijd meer bij ons op het station gaat ja. komen. En daarvoor um, zijn we ook actief als, als MSP, als Mobility Service Provider, met onze eigen laadpas en onze eigen app voor de elektrische rijders. En daarmee kunnen ze um, ook onderweg op andere locaties bij een van onze roaming partners hun mm -hmm. auto opladen, terwijl hun ja. auto daar... Geparkeerd staan. Dat, wat dat betreft, je nee, hebt natuurlijk uh, heel veel onbemande locaties in Nederland. Ik denk ja. om nabij de 200, ja, als ik mij ja. niet vergis. Uh, waar inderdaad vooral uh, nou ja, benzine en diesel verkrijgbaar is. Ja. Uh, uh, dit is wel een stap voor jullie, kan ik me voorstellen. Om, uh, om hier voor, hier in mee te gaan en te zeggen, nou, dit is wel het moment. Jazeker. Nee, het is echt uh, helemaal nieuw voor ons. Dus we zijn ook nog enorm veel, uh, veel aan het leren. Dus um, ja, wat ik aangaf, we gaan ook echt kijken van welke locaties zijn hiervoor nu, uh, nu geschikt. Mm -hmm. wat, wat voor type locaties kunnen interessant zijn daarvoor? Ja, op onze eigen stations dat zal de, de komende maanden zijn heel belangrijk voor ons dat, dat zal echt moeten gaan uitwijzen welke locaties daarvoor het meeste uh, geschikt zijn mm -hmm. en daarnaast um, hebben we een hele grote groep fleet klanten die gebruik maken van onze fuelkaart uh, dus onze tankpas de Liberty -pas. Um, die klanten die zullen ook hun vloot steeds meer gaan elektrificeren en die gaan we dus ook onze elektrische laadpas aanbieden um, en naast de uh, laadpas kunnen zij bij ons ook terecht voor de installatie van thuisladers waarmee mm hun -hmm. medewerkers thuis hun auto kunnen opladen en AC-laders die ze op een werklocatie kunnen laden, waarmee de medewerkers ja. of de elektrische rijders. Dat, dat betreft ook wel een bijzondere stap, natuurlijk omdat je het niet alleen op eigen tankstations uh, willen aanbieden, maar dus ook op andere locaties, particuliere locaties. Ja. Wat voor andere locaties kunnen dat zijn? Bedrijven misschien ook? Ja, dat is wat ik heb die vlootklanten die ook mm -hmm. op hun werklocatie waar mensen aan het werk zijn. Maar ja. daarnaast kijken we naast onze eigen stations ook naar locaties bijvoorbeeld bij hotels of bij, bij laadpleinen waar het interessant kan zijn. Mm -hmm. um, uh, ja, om onze laders te plaatsen waar mensen hun auto... Die, die krijgen ook de uitschaling ja. Tango Electric dan, uh, ja. de zichtbaarheid uh, ja. daarvan. Ja, ja. ja zeker. Um, mensen die een pas hebben van jullie en daarmee uh, willen laden, op hoeveel andere plekken kunnen die eventueel ook terecht? Uh, ons uiteindelijke doel is uh, dat je met, met de Tango Electric pas, in ieder geval in de Benelux, bij 95% van alle uh, laders, uh, publiek toegankelijke laders terechtkomt. Mm -hmm. Zodat je eigenlijk nooit hoeft na te denken: van, kan ik hier wel of niet met mijn, met mijn pas terecht? Daar werken we hard aan om dat uh, te realiseren. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je die dekking hebt, zeg maar? Ja, wij, wij zijn natuurlijk net begonnen. Er zijn een aantal bedrijven die hier al wat langer mee bezig zijn. Mm -hmm. Die een groot netwerk hebben uh, in, ja, in de verschillende gebieden in, uh, in de Benelux. En daarvoor sluiten we roaming-overeenkomsten met partners. Zoals bijvoorbeeld uh, Allego en Emotion mm -hmm. van Shell. Om, uh, om daar toegang te krijgen tot de laders met de Om tafel met die partijen van we willen dit en dit graag doen. Ja. Hoe kunnen we dat doen? Ja, en onder precies. welke voorwaarden? Ja. Ja. Want dat is uiteindelijk wat je wil aanbieden. Dat je je klanten met één pas. Dan wel een echte pas of een mobiele pas overal kunnen laden waar ze maar een laadpaal nodig hebben. Ja, we willen het onze klanten eigenlijk zo makkelijk mogelijk maken uh, om over te stappen naar, uh, naar de elektrische auto. Mm -hmm. Qua timing, hè? Uh, jullie hebben inderdaad, ik denk een klein maandje geleden, misschien iets langer, aangekondigd. Nou, we gaan dit doen. Ja. Uh, waarom is de tijd rijp om daar nu inderdaad ook mee aan de slag te gaan? Is, is er een grote behoefte aan laadpalen op komst? Of is die er misschien ook al wel voor een deel? Ja, die is er denk ik zeker al voor een deel. We kijken om je heen, je ziet er steeds meer elektrische auto's op de weg. De afgelopen jaren hebben we veel geëxperimenteerd en hebben we gekeken wat is nou voor ons de best mogelijke oplossing. En die gaan we nu in de praktijk testen. Mm -hmm. um, we hebben gekeken wat voor laders zijn het meest geschikt om te plaatsen op onze stations. Daarvoor hebben we gekozen voor, voor laders die tot 160 kilowatt aan vermogen kunnen leveren. En daarmee kunnen mensen binnen een kwartier tot, tot 80% van hun batterijen ja. um, opladen. Dus voor, echt voor, voor tankstations uh, op prominente locaties zie je echt het snelle laden wel als ja. oplossing. Daar gaan mensen inderdaad niet, uh, ja, daar, daar gaan ze maximaal misschien tien minuten laden of een kwartiertje. Ja, en dan gaan ze weer door om op hun thuisbestemming of zakelijke bestemming te komen. Ja. Dus het moet even een boost geven, zeg maar. Ja, precies. Ja. Inderdaad. Um, en op die laders kunnen mensen straks ook betalen met een uh, tankpas. Dus als ze niet kunnen of willen gebruik maken van een laadpas, uh, plaatsen we ook een betaalterminal in die laders. Mm -hmm. Zodat ze gewoon met hun... Uh, betaal pas een debit of een creditcard en ja. uh, laat transactie kunnen afrekenen. Dat is wat dat betreft, uh, nou ja, iets wat nog niet zo heel veel gebeurt natuurlijk. Dat je gewoon met nee. je betaal pas je stroom kan. Uh, ja, je ziet het afrekenen. inderdaad uh, steeds meer gebeuren. Maar oh. we denken dat het wel heel goed uh, past bij onze doelgroep. Waar, uh, in Nederland ook een van de eerste waar je onbemand uh, kon tanken. Uh, dat deed je ook met je Pinpas of met je, uh, met je creditcard. Ja. Um, en dat willen we nu ook gaan doorvoeren eigenlijk in uh, ...in onze laders die we op onze stations gaan plaatsen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat jullie natuurlijk ook wat, wat grote locaties... ...ook langs de, de, langs de snelweg zitten. Ja. Um, de, de shop doen jullie dan natuurlijk niet zelf. Nee. Dan hebben jullie partijen op zitten... ...maar dat dat inderdaad wel uh, mooie plekken zijn... ...om uh, op bepaalde delen van het land in de rand zat... Uh, ...die laadpalen neer te zetten. Ja, nee, inderdaad. En ik, uh, ik denk ook dat het een, een mooie nieuwe doelgroep is voor, uh, voor die locaties. Mensen die... Ja, het, het laden duurt wat langer, dus we verblijven wat langer op die locaties. Mm -hmm. um, daar zit vaak wel een shop bij, natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. ja inderdaad. Dus dat, dat is wel een handige. Ja. Wat betreft het, het langzame laden, zeg maar, hè? en mm. de laadpalen uh, die jullie daarvoor kunnen plaatsen, neem het dan gewoon helemaal uit handen. Ook voor particulieren, dat een particulier zegt: Nou, ik wil dit en dit en dit. Uh, dat jullie het gewoon ja. al, al het uh, werk uh, eigenlijk regelen. Ja, eigenlijk het is, wel. Het is best wel een. Uh, een ingewikkeld proces volgens mij, toch? Ja, nee, inderdaad. We, um, in eerste instantie gaan we die, uh, die langzame laders, de AC-laders, alleen aanbieden aan onze fleet mm -hmm. um, Omdat we, we zien uh, als Tango Electric alleen een, of op dit moment alleen een toegevoegde waarde op het moment dat we extra service kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld het terugbetalen van de laadsessies die een, die een uh, zakelijke rijder thuis doet. Mm -hmm. ja. um, en voor, uh, voor die, voor die fleet-klanten nemen we dat hele proces inderdaad uit handen. Dus uh, van het leveren tot het installeren tot het terugbetalen van... Uh, van de thuislaatssessies. Mm -hmm. ja. Dat doen we dus bij mensen thuis, maar ook op, uh, ook op werklocaties. Ja. Um, wat, wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie komende tijd hier in deze nieuwe wereld? Ik kan me voorstellen dat jij hier uh, ja. ook volop mee bezig bent. Hoeveel mensen binnen Q8, want ik zag in België gebeurt er natuurlijk ook een hoop nu op dit gebied. Uh, Zeker. Bij jullie, ja. uh, bij de, uh, dat zijn geen tango-stations, maar Q8-stations, ja. ja, ja, ja. ook onbemand en bemand. Uh, Hoeveel mensen zijn hiermee bezig bij jullie nu met deze.? Ja, we zijn hier een aantal, een aantal jaren al geleden al mee begonnen. Toen zijn we met een klein clubje begonnen. Maar we zien dat binnen de organisatie die groep die hiermee bezig is steeds groter wordt. En in principe heb je met alle verschillende afdelingen binnen de organisatie wel te maken. Dus je ziet ook dat de mensen die bezig zijn met het onderhouden van, een, van ons netwerk tot, tot engineering. Ja, die, die, die zijn steeds meer betrokken in, dit, in het hele proces. Nou, voelden we ook een beetje als, als pionieren toch? Binnen ja, dat voelde ik inderdaad wel. De, maar het, de, maar het begint nu de... wel een beetje om te slaan naar. Ja, naar gewoon uh, de reguliere mm -hmm. businessbedrijven. Ja. Ja. Heb, je, heb je zelf ook een, een achtergrond in de energie? Uh, ja, ik heb, ik, ik, heb, ik heb hiervoor altijd gewerkt bij, bij verschillende energieleveranciers mm -hmm. uh, als business consultant. Dus ik, ik kom echt vanuit, uh, vanuit de energiekant. Dus ook voor mij uh, persoonlijk is dit uh, een hele nieuwe markt, uh, waarbij mijn ervaring wel uh, uh, van, uh, van toepassing is. Ja. Maar ja. Het, het blijft natuurlijk nieuw. Ja, en ja. een, een maakt die wel grote kansen biedt, volgens mij. Uh, als je ziet wat voor auto's er allemaal uh, ja. aankomen die elektrisch zijn en betaalbaar zijn. Ja. Dus zeker interessant om daarop uh, op in te zeker. springen, kan ik me voorstellen. Um, jullie hebben de eerste palen al inmiddels neergezet. Ik zag in Hardenwijk een grote, uh, mooie nieuwe locatie staan waar de palen staan. Ja, klopt. Uh, ik zag nog een, nog een rijtje met anderen uh, voorbij komen. Hoe is die, die planning voor jullie uh, ingericht? Wat, wat moet er gaan komen? Of zit, wat is er al? En komt er de komende tijd bij, aan locaties? Uh, ja, dus we hebben op dit moment vijf locaties, bestaande locaties op het oog... waar we uh, elektrische leiders gaan toevoegen op het, uh, op het aanbod op het station. Mm -hmm. uh, en Daarnaast een aantal nieuwe locaties die nog gebouwd gaan worden... waarbij we ook uh, de elektrische leiders dus dan gaan dan neem je het in één keer mee uh, Precies, in, in de nieuwe bouw? Precies, uh, indien dat mogelijk is, ja. ja. En dan is het uh, dus de komende tijd voor ons heel belangrijk om te zien... Van, ja, hoe, uh, hoe zijn die behoeftes van, uh, van die elektrische rijders? Uh, is er ruimte voor op ons station? Uh, ja, en dat we gaan leren en de data die we daarmee verzamelen gaan gebruiken om te bepalen welke locaties nou in de toekomst het meest geschikt zijn om om dit soort laders niet. Te ja, maken. ik kan me nog wel voorstellen dat ondergrond staat af en toe. Bij nieuwe locaties dat het misschien makkelijker, is omdat je alles vanuit from scratch zeg maar kan opbouwen. Ja. Maar bij bestaande locaties dat je best wel tegen dingen kan aanlopen. dat het misschien he, helemaal met snelheidpalen dat het nog niet gelijk kan of dat er niet genoeg. Nee, precies. Ja, je loopt tegen hele andere dingen aan als bij met het bouwen van een, van een station. omdat je nu mm -hmm. heel erg afhankelijk bent van het, het beschikbare vermogen vanuit, vanuit het elektriciteitsnet. Ja. Um, en dat is er helaas niet, niet altijd met alle ontwikkelingen die er op dit moment gaande zijn in het energieland. Ja. Dus uh, laatste vraag voor jou. Je bent inderdaad echt vol, vol bezig met, met, uh, met laadpalen of hou je, je ook nog bezig met andere uh, nieuwe alternatieve brandstoffen die eraan aankomen? Ja, is... nou ja. Het, uh, Tango, uh, Tango is uh, op zich heel erg bezig met, uh, met het doorgaan van de transformatie. Dus Tango wil uiteindelijk uh, doorgroeien naar, het, naar een. Uh, naar het aanbieden van mobiliteit, dus waar mm -hmm. we een mobiliteitsdienstverlener worden. Dus naast het aanbieden van extra uh, uh, brandstoffen en elektrisch op onze stations, zijn we ook uh, aan het kijken naar andere mogelijkheden waarbij we klanten kunnen voorzien in uh, hun behoeftes naar mobiliteit. Ja, nou, met parkeren zag ik ook. Uh, ja, inderdaad. We zijn, nu in hoofd, op zijn we in Hoofddorp een uh, ja. pilot gestart met een, uh, een parkeerapp waarbij mensen heel gemakkelijk uh, via een app kunnen zien welke, uh, welke regio's in een, in een stad. Uh, Waar veel parkeerplekken beschikbaar zijn, zodat ze daarmee heel veel ja. tijd kunnen besparen. Ja, dus tanken, laden, parkeren. Ja, alles wat je met je auto laag, nodig, ja. nodig hebt, dat Ja dat zeker. Ja. Oké, okay, dank voor, voor je toelichting. Uh, of verhaal veel succes met het, u, ja. uh, het plaatsen van al die, al die laadpalen. Uh, daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van, uh, van deze uitzending van TankProTV. TV. We zijn er weer uh, woensdag over twee weken. Dank voor het kijken en tot de volgende keer.